Dag Sarah, jij bent de 51ste aardbeienprinses. Hoe is dat voor jou eigenlijk geweest? Een heel fijn jaar met heel veel toffe ervaringen en echt wel heel moeilijk om daar zo'n aantal, ja, echt wel, ja, zoveel, allee, de prachtigste ervaringen daar eigenlijk uit te halen. Ik heb gehoord of vernomen dat jullie echte ambassadrices zijn voor Melkzeelen en dat jullie acte de présences moeten doen. Wat heb je zoal al mogen doen? Heel veel eigenlijk, maar een aantal weken geleden zijn we naar het Koninklijk Paleis geweest en daar mochten we de eerste Melkzeelse aardbeien gaan presenteren aan de koning. Jammer genoeg was hij er zelf niet, maar we hebben de aardbeien wel aan de maarschalk mogen geven en daarna hebben we een rondleiding gekregen in het Koninklijk Paleis en dan hebben we eigenlijk, ja, de binnenkant eens mogen zien en ik denk niet dat veel mensen dat kunnen navertellen. Wat heeft die verkiezing eigenlijk met jouzelf, met jouw persoonlijkheid gedaan door daaraan deel te nemen? Goh, heel veel eigenlijk. Ik ben echt wel gegroeid. Ik heb deelgenomen aan deze verkiezing om eigenlijk een ode te brengen aan mijn grootmoeder die daar 2 maanden voordien overleden was. En dat was voor mij eigenlijk zoiets van, ik wil dit voor haar nog wel eens doen, die verkiezing. En ja, dan kwam het kroontje daar en dan, ja, dan kwamen de tranen omdat je zoiets hebt van, ze had hierbij moeten zijn, hè. Ze had mij, ja, ze was, allee, ze had, ja, ik had haar wel een knuffel willen geven. En op sommige mensen merk je wel dat je doorheen die verkiezing wel groeit. Hey, dat je jezelf ook leert kennen en dat je toch wel tegen een aantal muren aanloopt. En dat je ook zoiets hebt van, ja, ik moet hier iets leren nee zeggen. Ik was altijd degene die zei, ja, ja, ik zal dat zeker doen. En dat heeft mij wel gevormd, denk ik. Zou je andere meisjes aanraden om aan deze verkiezing deel te nemen? Ja, zeker en vast. Als je als klein meisje droomt van prinsessenjurkje, prinsessenkroontjes, dan is dit echt wel de verkiezing om aan deel te nemen. Hè. Als ik door Melkzeelen rondwandelde, dan was het, oh kijk, mama, papa, kijk de prinses. En dan kwamen al die kindjes naar mij toe gerend, wilden ze op de foto met mij, wilden ze een handtekening. En dan denk je zo echt zo van, waarom wilt die? En dan kijkt u naar uw lintje en dan, ah ja, ja, dat is juist, ik ben de prinses van Melkzeelen. Of toch de aardbeienprinses en dan geef je een handtekening en dan ga je op de foto en dan zeggen die ouders, oh, heel goed gedaan, hè. Fijn dat we zo'n mooie prinses hebben. En dan denk ik zo, ik ben eigenlijk geen prinses. En ja, als je dat echt wil en je wilt dat toch wel eens voelen hoe dat is, dan moet je je zeker inschrijven voor deze verkiezing. Hartelijk dank en misschien tot de volgende keer. Oké, dank u. Dag Kirsten, jij bent de eerste eredame van deze verkiezing. Ik heb daarnet ook tijdens de persvoorstelling vernomen dat jij ondertussen deel uitmaakt van de organisatie van de prinsessenverkiezingen. Hoe is dat zo gekomen voor jou? Door mee te doen aan de show ben ik er eigenlijk wat ingerold. Ze hebben mij gevraagd dan, want ze zochten een nieuw OPCV. En aangezien dat ik ook groepslessen geef in de fitness, ben ik er ook wel wat ingerold. En ik sta er ook niet alleen voor. Ik heb nog straffe mede-collega's naast me staan, dus ik zal dat zeker wel zitten om te doen. Wat vind je van je 10 kandidaten? Ik heb heel hoge verwachtingen van hen. Het is een heel sterk team. Ze hangen ook heel nauw bij elkaar. Ook van presences, van de manier waarop dat ze met elkaar omgaan, is heel sterk. Dus ik zie het wel, de show heel goed komen en ze gaan allemaal heel goed doen. Wat is de beste tip die je aan de kandidaten kan geven? Geniet ervan. Het duurt niet lang. Het is heel kort, het is maar een maand. De show is zo voorbijgevlogen. Geniet van elkaar, geniet van de oefeningen en geniet zeker van de show. En als je dan gewonnen bent, dan moet je nog meer genieten voor een heel jaar. Wat heeft dat voor jou betekend om eerste eredame te worden? Heel veel. Ik heb ook heel Melkzeelen beter leren kennen. Ik ben van Beveren zelf, maar Melkzeelen is zo'n klein onderdeel van Beveren. En ik heb toch heel veel mogen leren kennen, nieuwe mensen leren kennen, ook vandaar. Nieuwe manier van leven, ook opgetaloord is nu ook een onderdeel. Ik was erbij bij deze keer en dat was echt heel aangenaam. Dat was echt super om zo samen in groep al die mensen van Melkzeelen samen te zien feesten. Dus dat is echt, ja, je leert er ook veel uit. Zelfzekerder worden, beter kunnen praten. En ik heb het ook wel nodig bij mijn studies, want ik studeer verpleging. Je moet ook heel goed kunnen communiceren en dat heeft me toch wel al een stap vooruitgebracht. Hartelijk dank voor dit leuke gesprek en heel veel succes met de komende verkiezingen. Dank u wel. Dag George, jij zit al een aantal jaren in het aardbeiencomité, in het feestcomité. Hoe lang ben je daar eigenlijk al mee bezig? Goh, ja, dat is een goede vraag. Hoe lang ben ik er al mee bezig? Ik ben begonnen
dat ik nog een klein manneke was. Ik denk, allee, klein manneke is veel gezegd natuurlijk, maar ik denk een jaar of 25, 26 jaar geleden ben ik begonnen bij de voetbalploeg. En vroeger was de Aardbeifeesten, dat bestond uit drie verenigingen. Die drie verenigingen die hebben dus lang de Aardbeifeesten gedaan, totdat we toch een tegenslag hadden van inkomsten. En dan is er één vereniging van tussengevallen. En natuurlijk de groei blijven over, zeg ik altijd. En dan zijn wij overgebleven met de turnkring en de fanfare. En dan ben ik bij de fanfare gegaan, welke ik geen nood ken. Maar ik ben in de fanfare en na 2 jaar was ik voorzitter van de Aardbeifeesten. En ik doe dat nu nog, met veel plezier, met veel enthousiasme. En ja, ik probeer dus altijd wel wat vernieuwing te brengen. Dat was in het begin wel heel moeilijk, omdat we dus met een deel... Nu moet ik wel zien wat ik zeg. Oudere generatie zaten. Dat was moeilijker. Hey, vroeger was de kleine tent, onze tentoonstellingstent, op steen. Nu ligt er overal plancher over. Overal ligt het allemaal heel mooi. Dat was vroeger niet. En dan kreeg ik dikwijls het verwijt van... Jammer, in onze tijd, dat kan niet. Dus dat was even een moeilijke periode. Maar ze zagen dus dat het goed was. En ik mocht mijn ding doen. Dus... Ik heb daarnet vernomen tijdens de persvoorstelling dat de 52e aardbeienprinses verkozen wordt. Dat is al even geleden. Hoe is dat ooit begonnen hier? Ja, wel, dat is begonnen met onze pastor. Wij noemen dat nog een pastor. Ik ben zijn naam nog vergeten. Ik had het er juist nog moeten vragen, maar ik ben het vergeten. En die had dus de gewoonte van de eerste oogst van aardbeien, omdat Melchior dus zo geconcentreerd was in aardbeienteelt, dat het in feite de aardbeigemeente was van Vlaanderen. En samen met Hoogstraten in die tijd. Dat hij dus de eerste oogst naar Gaverland deed. Gaverland is een deel gehucht van Melzele. En daar is een bedevaartsoord. En daar brachten wij dus de eerste aardbeien naartoe. En dat was in het jaar... 58 al, denk ik, dat onze pastor dat... En wij zijn dus begonnen met de aardbeienfeesten in feite in het jaar 1961. Maar we zijn begonnen met de verkiezing van de aardbeiprinses in 63. En onze eerste aardbeiprinses, die leeft nu nog altijd, godzijdank. Dat is Accordila Buis. En af en toe komt dat mevrouwtje nog altijd eens even langs op de aardbeienfeesten. En dat doen ze een enorm plezier. Wat dat mij ook opgevallen is tijdens de persvoorstelling, dat is dat dat hier een gemeente is die ongelooflijk graag feest. Is dat zo? Ik moet zeggen, Melzele is het feestdorp bij uitstek. Melzele heeft 3 grote feesten. 1 daarvan zijn wij, de aardbeifeesten. 2, de dorffeesten, waar we nu toch een redelijke samenwerking mee doen. Omdat wij vinden van we moeten elkaar steunen. En dan Melzele Koerst, dat valt altijd met kermis van september. En dan staat ons ganse dorp op kop. Want ik zeg altijd, Melzele is het dorp dat feest onder de kerktoren. En dat kan hier nog. En dat is het plezante eraan. Ik zou zeggen, kom eens kijken. Je zult zien hoe goed het hier is qua feesten. Dus we moeten eigenlijk iedereen uitnodigen om naar de aardbeienfeest te komen. Zeker en vast. En ik raad aan, ik ga 2 uitschieters noemen. De prinsesverkiezing en Melzele zingt. Melzele zingt, dat is ja, een volle borst. Gaat dan iedereen, dan staat de tent op ontploffen. Achteraf, als het ding gedaan is, Melzele zingt gedaan is, gaat gans de fanfare nog aan de toog, gelijk dan ze zeggen, nog allemaal meezingers fluiten uit de klak, gelijk dan wij dat je noemen, en dan is de tent weer ontploft. Dat duurt tot 3 uur ongeveer, s'nachts, zingen. Heel hartelijk bedankt, George, voor dit hele leuke interview. En tot binnenkort, hè, want ik denk dat wij moeten komen. Hè. Zeker vast. Ik nodig dus iedereen uit om naar de aardbeienfeesten te komen, die doorgaan vanaf 28 mei tot 1 juni. En je bent zeker van harte welkom. Dank je wel. Christine, die zal iedereen wel kennen. Kirsten, onze eerste eredame van vorig jaar. Miss Publiek, prijs van vorig jaar.
Je kent ook iedereen, denk ik. Dirk en Erik. En dan ik zelf, ben er ook natuurlijk nog bij. Dat is ons nieuwe OBV. Dan hebben we iets nieuws. En daar zou ik natuurlijk ook de burgemeester van Melkzeden zelf naar hier willen vragen. De burgemeester van Melkzeden, die is hier. Het is dat zo'n vermoed van mij. Het is een dikke vriend. Alsjeblieft. Goedenavond, ik ben Davy Zille, de burgemeester van Melkzeden. Ja, dit jaar, ik ben burgemeester en haar jaarlijkse geboorte. De burgemeester is hier elk jaar een bal. En ik wou dat dit jaar op de aardbeienfeesten doen. Dus deels in het oerpunt van de Rijksuitgekozen op de Duimsfeesten, waar ik geef een bal op de aardbeienfeesten. Dus alle comité's wat samen brengen als burgemeester, moet ik zeggen dat de gemeente in één groot feest is. Wat gaat er te doen zijn? Om 19 uur is de receptie voor opgeteld worden. Opgeteld worden kent misschien ook niet iedereen, dat is ook iets dat uitgevonden is door de wethoudercomité's in Melkzeden. We zijn niks met burgen en kunstlaanbaar. Wederom, we doen het de feest in Melkzeden. Dus iedereen dat in opgeteld wordt komt, en, op die hoofd een deftig kostuum, want die mag binnen op de receptie weer dat hap en drank en plezier alom zal zijn. En dan erachter is het vuur in de grote tent. Twee keer zeker. Iedereen zeker komen. Aha, we hebben nog zoiets nieuw. En daar zijn hier ook mensen voor. Dat is de eerste Melkzedense aardbeienrit. En ik heb hier een paar mensen bij en er zal wel een naar voren komen. Die durft maar. Vijf minuten geleden wist hij nog niet dat hij het moest gaan zeggen, dus hij weet het nu. Geen probleem. Enkele tijd geleden vroegen de mensen van het aardbeiencomité om aan de wielertriesten Blijf Jong uit Melkzeden of we op zondag voormiddag ook een activiteit zouden kunnen organiseren. En wij zijn mee op de kar gesprongen en wij organiseren dus op zondag voormiddag een polderrit voor wielertoeristen. Niet enkel wielertoeristen, wie een beetje met de fiets uit de voeten kan, mag uiteraard er ook mee doen. We vertrekken in de tent van de aardbeienfeesten uiteraard tussen 8 en 10 uur voor een ritje van 85 kilometer door de Waasse polders. Onderweg is er bevoorrading voorzien en naar ik heb vernomen, na de rit wordt elke deelnemer getrakteerd op boterhammen met spek en eieren om terug op krachten te komen. Dus iedereen zich vrijmaken om zondag voormiddag een fris ritje door het Waasse polder te maken. Het is niet te geloven, maar de Jos die dacht al dat ik er in 14, 18 ook bij geweest ben. De vorige keer, maar dat is niet waar. De 23e aardbeien. De 23e aardbeien, in feite is er tegenover het verleden jaar niks veranderd. Om 13:30 starten we met een kleuterroom. Dat is voor de burgers van de laatste kleuterklas. Dan hebben we twee minirunnen van kwart voor twee minirun 1 voor de eerste, tweede en derde studiejaar. Dan om 14 uur de start van de 5 kilometer, wat vroeger de familiejoining was. Daar kan nu iedereen aan meedoen. Het tempo bepaalt jezelf. Je mag voor ons een half uur later aankomen dan de eerste. Dat is geen enkel probleem. Om 14:05 de minirun 2. Dat is voor het vierde, vijfde en zesde studiejaar. Dus vanaf het middelbaar lopen ze mee in de 5 kilometer. Of om 15:30 de 10 kilometer. En dat is de grootste afstand. Dat is 2 maal een ronde van 5 kilometer. Aan de noordkant van Melkzeden kunnen we spijtig genoeg geen langere rondes ontwikkelen of we moeten op de gemeente Zwijndrecht lopen. Dus misschien kunnen we in de toekomst een keer kijken of we hier rondes van 10 kilometer en dan kunnen we misschien aan een halve marathon gaan, wie weet, voor degene Jens die kunnen volhouden. Geen enkel probleem. Dus dat was het zo ongeveer. Het einde van de loopwedstrijd is voorzien rond 16:30. Om 17:00 is er een prijsuitreiking in de grote tent. Waar dus alleen voor de aankomsten van de 10 kilometer. De andere uitslagen worden onmiddellijk het podium klaargemaakt aan de aankomst zelf.
voor alle andere afstanden. De 10 kilometer is de uitslag in de tent. Om 5 uur. En een uitslag voor elke loper is voorzien. En iedereen heeft uiteraard prijzen. Dat is vrij belangrijk. Dus degenen die hier nog aanwezig zijn en die kunnen meelopen, waarom die zou ik zeggen, de inschrijvingsprijs voor de 5 kilometer bedraagt €4 en voor de 10 kilometer €6. Dat is ook onderhandeld gebleven. We hebben alleen gezorgd dat onze prijzen. We hebben een goede onderhandelaars. We hebben er nog een echtpaar zitten die al jaren, nog langer meedraagt dan ik, in de organisatie van de arbeideren. En die kunnen geweldig onderhandelen met mensen die ons prijzen kunnen bezorgen. Tegen een vergoeding uiteraard. Maar dat komt allemaal wel klaar. Dus alles staat vast en alles is in orde. Op uitzondering van een paar kleine puntjes, maar dat is tegen 1 juni gaat er geen enkel probleem zijn. Dus vrienden, bedankt voor de aanleiding. Dat is ook al verschillende jaren dat wij die zondagnamiddag het beestenfeest houden. Hè. Dat is een beetje van alles eigenlijk voor groot en klein. We hebben de proefmarkt die dan voor de tweede keer geopend zal zijn, zoals op donderdag, nu ook op zondag. We hebben een ballonnenplooier. Er zullen springkastelen staan op het grasplein naast de kerk. Twee of drie springkastelen. Er zullen boerenpaarden zijn waar klein en groot een ritje mee kan maken. Rond op de tent, laten we zeggen. Er zal ook een huifkar zijn, waarbij de toer iets groter zal zijn. Er zal griem zijn, mogelijkheid dus voor de kinderen om hun te laten griemen. En ook live muziek door het klein muziekje van Meltzelen. En in de kleine tent door Fab en zijn friends. En misschien, voorzitter, dat ik nog aan toe moet voegen. In donderdag namiddag. Er is al gezegd de gouden aardbeien natuurlijk, hè, voor de kinderen van de lagere school. Maar dit jaar hebben we ook een tegenwedstrijd. En dat is al heel wat jaren geleden dat dat ons gebeurd is. Ik herinner mij nog toen ik als kleine jongen op de gemeentelijke basisschool zat in Meltzelen, dat wij dan op woensdag namiddag in de klas onder leiding van enkele leerkrachten een tekening mochten maken in verband met de aardbeien. En nadien, toen ik lagere school gelaten had, zal dat ook wel enkele jaren geduurd hebben. Maar het is toch al zeer lang geleden dat wij dat nog gehad hebben. En voor de kleuters zal er een kleurwedstrijd zijn. Het ontwerp is steeds klaar. En voor de kinderen van de lagere school, die mogen dan een tekening maken in verband met de aardbeien. En die tekeningen zullen ook te zien zijn op de tentoonstelling, in de kleine tent. Op grote panelen tussen die kraampjes zullen panelen staan met de winnende tekeningen daarop. Natuurlijk zijn daar ook prijzen aan verbonden. Kleuters per leerjaar en de lagere school per graad. Er zal dan ook een deskundige jury aangesteld worden. Dat kan gebeuren, maar we hebben nog een beetje tijd daarvoor. Die zal oordelen over deze werken. Toch ook iets nieuws na al die jaren nog eens terughalen. Ja, dank u wel.